De cruisers zijn los. Kijken wat dat wordt. Oeh, dat wordt wat zo lekker krap in die eerste bocht. We zien Luc Schoolman als eerste door. Kees Rekswinkel daar strak achter. Maar die wordt hier ook de pas afgestoken door Garne Waardman. 1, 2 en 3 hebben we dan eigenlijk wel te pakken. De 7-29 Sander Waaienberg komt daar niet meer bij. Ik denk de rest ook niet. Want je moet het daar in het begin maken, maar hier wordt niet meer ingehaald. Heel duidelijk 1, 2 en 3.